Heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe Culi-video. Ik sta weer in het KitchenAid Experience Center en ik ga bakken met een hele bijzondere gast. Namelijk de meesterbakker van Nederland, Robert van Beckhoven. Ja, fijn om hier te zijn. Ik dacht twee Brabanders in de keuken, dan moeten we worstbroodjes maken. Voor de gezelligheid gaan we dat doen, ja zeker. Wat hebben we eigenlijk allemaal nodig? Om te beginnen hebben we natuurlijk bloem nodig. Daarnaast heb ik natuurlijk verse gist. Passensuiker doe ik daarbij. Margarine, voor te smeren. Grappig. Ja, voor een soepel deeg. Boter. Gewoon voor het lekker. Hè? Zout. Ik gebruik altijd volle melk. En ja, het gehakt. Doe gewoon wat je lekker vindt, zeg ik altijd. Hè? De gehaktballen van moeders zijn het lekkerste. Hol daar in plaats van een bal een pilletje van. En je kunt aan de gang. Ik kan niet wachten, laten we beginnen. We gaan het deeg draaien. In de bakkerij begin je met de bloem. En dan doe altijd eerst het gist en het zout. Dus doe de boter erin. En ik heb hier de suiker nog. We zetten hem aan? We gaan hem aanzetten. Herrie maken. Grondstof even droog mengen, dan de melk. Ik doe het al roerende erbij. Wij doen altijd zo een deegje draaien en ondertussen kletsen we gezellig. Zo. Mooi deeg. Ja, moet je eens voelen. Hij is prachtig. Hij komt ook zo los van de kom. Hè? Nou, hij plakt een klein beetje. Ik heb een beetje strooibloem. Maar de tent hoeft niet onder te zitten. Nou, ik ga het gewoon lekker verdelen. Hoeveel maken we er hiervan ongeveer? Ik had ongeveer 20 stukjes, dus we moeten hier 20 uitgaan. Zullen we samen doen? Zal ik ze afwegen? Ja, ga maar lekker bollen. En snel draaien. Hoe sneller je draait, hoe mooier het wordt. Oké. Nou, en de rijstkast. Ik doe hem in de oven, niet om te bakken, maar om te rijzen. Er zit een speciale rijstfunctie op. Oké, daar moet ik hebben. 40 graden. En ik ga beginnen. 10 minuutjes. Mooi een beetje. Kijk. Goed. Boller geworden. Ah, goed maar. Ja. Voel je het ook? Net iets mooi, meer dan handwarmte, ja. Oké. Ik ga er even voor doen. Moeten we dat helemaal in? Je vouwt hem eroverheen, ja. Van in bed stoppen? Geen dubbel laagje. Net als een checkie, zeg maar. Ja. Maar gewoon zo tegen elkaar. Dit is heel belangrijk, dat die naad dicht is, maar ook recht blijft. Een beetje puntig rollen. Hier heb je de naad. Die doe je een beetje plat drukken. Dan weet ik zeker dat de naad onder ligt. Oké. Leg maar heel veel die dat voor de eerste keer doen, leggen de naad zo op de zijkant. Dan loopt die open en dan komt al het gehakt eruit. Dus nu ligt een mooi worstelroodje. Zie je? Leggen we hier op. Netjes. Dan gaan we nog een keer doen. Je bent sowieso sneller. Nou, we hebben nu de eerste 10 af. Ik vind ze mooi geworden. Heel mooi. We gaan ze meteen voor de eerste keer afstrijken bij ei. Ik doe er een beetje zout op. Wil jij het doen? Ja. Gewoon mooi dun. Grote kost. Hoe dunner, hoe mooier. Voilà. Ik ben onder de indruk. Nog een keer rijzen. Oké. We zijn gerezen. Hier moet je nog een keer afstrijken alsjeblieft. Ja. Dan ligt de oven in. Alles op temperatuur. Laatste loodjes. Daar gaan we dan. Spannend. 10 minuutjes. Kleine 10 minuutjes. Ik kijk tussendoor, ik kan toch niet wachten. Kijk hoe mooi jij dat afgestreken hebt. Ja, dat was het, hè. Toch de finishing touch, hè? Ja. Wil jij nou ook weten hoe je deze worstelbroodjes thuis maakt? Check dan het recept en alle ingrediënten op culi.nl of hieronder in de video. Dan wil ik jou onwijs bedanken dat je mij dit hebt geleerd. Wat een eer was dat. Was gezellig ook. Ja, vond het superleuk. Brabantse gezelligheid. Zo is dat, hè. En dan zie ik jullie volgende keer bij een nieuwe video. Dankjewel voor het kijken.